Hoi, ik ben Mirna, zijdespecialist en eigenaresse van Silk Heaven. Ik krijg wel eens de vraag, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een moerbeizijde dekbed en een wildzijde dekbed? Nou, in het kort gezegd is een wildzijde dekbed, wat overigens niks te maken heeft met wilde zijde, want alle zijde wordt gewoon gekweekt in kwekerijen. Wildzijde is eigenlijk afval van de moerbeizijde. Ik heb hier een doosje met wildzijde. Dit zit niet in de collectie van Silk Heaven, want het is eigenlijk, zoals u ziet, korte vezels waar wel eens zomerdekbedden van gemaakt worden. Vindt u ook bij de reguliere merken ook waarschijnlijk wel eens in hun collectie een wildzijde dekbed of natuurzijde dekbed. En dat is dan voor een vrij laag bedrag. Het heeft echter alleen geen voordelen meer, zoals die bekend zijn, van de moerbeizijde. De moerbeizijde vezels heb ik hier. Hier is een klein reepje. Dit zijn de lange, handgespreide moerbeizijde vezels. Dat is wat al die voordelen die je ook op onze website kunt vinden, zoals vocht- en warmteregulatie, anti-allergisch, verkoelend bij hitte en verwarmend bij kou. Dat is allemaal alleen bij moerbeizijde dekbedden met de handgespreide, lange vezels. Je ziet hier dat één draad kan wel 1800 meter zijn. En de dekbedden worden zo gemaakt dat eigenlijk laag op laag met de hand wordt ter grootte op een tafel de lagen van de vulling opgebouwd. En dat is de echte moerbeizijde.